Wat is wel moeilijk geweest. Ja, heel moeilijk. Het is pas klaar als woensdag de stemmen zijn geteld, jongens. Dan is het pas klaar. Dat is politiek correct antwoord, maar dan is het heel moeilijk om erheen te halen, inderdaad. Bijna nihil. Ja, je ziet het, hè? Bijna de helft van de stemmen. Dus wat dat betreft ligt alles nog open. Ja, maar dat is veel, hoor. Ja. 42%? 42,3. Ja, dus echt heel veel. Oh, dan wil ik de rest van de percentages niet weten eigenlijk. Ook wel juist. Het is jammer dat we niet het totaal hadden. Nou, ik had nog even niet willen weten, denk ik. Oh, wat erg. Heb je zo voor me, Ger? Zeker. Is er voor ook? Ja. Ja, het is wat rust. Ja, ik kan echt wel janken, meen ik echt. Ja. Ook oh, ik had misschien nog een idee. Hoe is het met jouw agenda? Is die nog goed bij? Oh, dat doen we dadelijk allemaal, Fren. Ik baal echt heel erg. Ik moet echt even... Ja, maar ik bedoel eigenlijk voor vanavond pas. Ja, weet ik. Maar ik heb allemaal geen zin om over na te denken. Ik ben nu veel verdrietig. Oké. Okay. Was ik weer. Sorry. Daarom zit ik nog zo met spanning in mijn hoofd. Of je of Merel krijgt hem, of Hiske krijgt hem alsnog. Je hebt hem gewoon zelf gekregen. Ja, dat is heel gek. Heel ja, Bren, echt gaaf, man. Ja, ik ben echt stikjaloers. Oké, meer opgeven is geen optie. Je hebt even een half uurtje kunnen huilen, nou is het klaar. En weer door. Ja? Ik ben echt tussen jou en mij. Ja, nee, toch tussen jou en mij. Weet je wat het is, Bren? Ja, wat ik zeg, ik had het ook echt jou anders gegund, is het. Ik ben blij dat jij ze, als ik ze dan niet heb, ben ik blij dat jij ze hebt. Thanks. Want je verdient het ook echt. Maar neem niet weg dat ik het echt kloot vind. Tuurlijk. Ik had het met die vier stemmen. Ja. Tuurlijk, je gunt het iedereen. En nu heb ik er 6. Nog steeds. Ja. Ik moet 18, minimaal 18 stemmen hebben. Wil ik enigszins kans maken. Mijn enige hoop waar ik nu mezelf mee op probeer te peppen is... Oké, jij hebt ook 42,3% van de stemmen, dus dat kan, snap je? Ja. Als ik dat zou hebben, woensdag zou ik alsnog kunnen winnen. Ja, want we weten niet wat het verschil uiteindelijk is geweest. Misschien had je wel... De overige 42%. Ja, maar stom, ja, je weet niet wat de rest van het percentage is. Nee. Dus dat is het enige dat ik denk van, ja, kom op. Maar ik baal echt zo enorm. Tuurlijk. Ja, echt heel erg. Maar ik had nog erg gebaald als iemand anders dan jij ze zou krijgen. Nu zijn ze in ieder geval nog goed terechtgekomen, die stemmen. Maar moet je nagaan hoe het eruit had gezien. Als jij en Fren niet tactisch waren gegaan. Dat had heel anders uitgezien. Ja, dus daarom ben ik nog steeds heel blij dat ik jou maar 1 stem heb gegeven. Ja, want de schade is nu nog enigszins beperkt. Het is in principe nog allemaal wel close. Nou ja, dat is het. Kijk, op his na zit iedereen best dicht bij elkaar. Mm-hmm. Dus dan heb ik zoiets van, oké, nou... dat baart me niet zo zorgen, maar... Ik weet niet, dan had ik 11 stemmen gehad en dan was ik net boven die 10. Ik weet niet, dat had me een stukje meer rust gegeven of zo. En ik hoopte daar stiekem heel erg op. Het is misschien heel arrogant als je zoiets zegt, maar ik hoopte het gewoon heel erg. Ja. Nee, dat is toch logisch. Ik heb
Brenda te ver heel blij mee is, kan jij er toch ook nog blij mee zijn? En het is terecht. Je wilt toch graag dat ik zijn bij het publiek? Het is toch in je eens kijken wat voor fanbase jij ook achter je hebt staan. Het is middels terecht. Ja. Iedereen had die stemmen graag willen hebben. En dus het is niet arrogant om te zeggen van... ik had ze stiekem mezelf heel erg gegund. Want tuurlijk. Ja. Everybody has, heeft dat. Everybody dus, nee joh. En ook gewoon heel eerlijk. Ik vind dat je er best wel nuchter in staat. En je mag er knijterhard van balen. Ja, ik baalde iedereen die ze niet heeft gehad. De een zal misschien wat steviger balen dan de ander. Omdat je een hele rits hebt in te halen. Maar iedereen had die stemmen graag willen hebben. Ja, tuurlijk. Fair enough, toch ook? Of niet? Ja. Tuurlijk, ja. Het soort gebouw dan, zo. Het is een hartstikke mooi gebaar. Ja, ik vind het ziek mooi. Tuurlijk, ja. Het is echt super gaaf, hoor. Ja. Echt heel gaaf. Ja. Ja. Oh, mag er niet in. Ah, ja. Wappa, bam, bam. Dat is voor mij al droog. Dat was zo weg. Ja, het zit er ook al opgeplakt. Okay. Nou ja, goed. Hij is nog niet af, hè? Nee, I know. Maar we moeten even... Ja, maar hij is er opgeplakt en ik dacht, laat ik hem dan afschilderen. Woe! Ik schrok. Joh, toen met die party was... Rennen. We hadden hier ook echt woensdag niveau zonneschijners. Ja? Ja. Oh, chill. Gewoon droog en mooie zon. De hele maar dag? We hebben een tent. Ja, maar, ja, maar het is toch maar als je mooi met je familie en vrienden buiten erover om Utopia te laten zien dat het droog is. Ja, mijn laatste keer in de regen namelijk. Mijn bezoek was ook in de regen. Ja, jou ook, ja. Oké, nou, ik denk dat we wel een leuk vuurtje hebben, toch? Ja. Ja hoor. Wie wil his scherm onthullen? Dat mag, maar niet uit. Nou goed. De tevreden, ik echt sinds de laatste keer, ik kan gewoon geen woord meer uit mijn mond krijgen als ik voor de groep sta. De trofee, jeetje, Jesse heeft er knijterhard aan gewerkt en wij met z'n allen ook. We hebben allemaal een stukje in mogen schilderen en dat soort dingen. Het is gemaakt natuurlijk van staal van de boot, hout van een kist van een utopiaan en brandhout vanuit onze eigen brandhoutopslag, laten we het maar zo even lekker noemen. En we hebben er lekker hard aan geknutseld, het is echt op z'n utopiaans. En de winnaar van Utopia, aankomende woensdag, mag... Doe maar, doen we hem af. Nee, ik haal hem alleen los, want ik brak mijn nek alweer net over dat ding. Die mag mee naar huis nemen. Oh. En dit is het eindresultaat, jongens. Nou, yeah! Mooi! Een heel groot Utopia! Ja. Inderdaad, dat moet je zeker. Je mag hem even vasthouden als je denkt, ik wil alvast even oefenen. Ja. Hoe voelt het om de winnaar van Utopia te zijn en die trofee hangen te hebben? Oh, daar laat ik hem los. Nee, gaat goed. Alleen hij... Oh, ja, hij hangt los. Oké, opnieuw. Ja! Ja, voelt echt heel lekker. Ja. Supermooi. Je wat anders? Nee, ik wil hem wel even vasthouden. Wel even ruiken. Ruiken? Ah, lijm. Ja, superleuk. Lijm, hout. Wil iedereen nog wat over zijn stukje vertellen? Ik vind het wel leuk om daar nog wat over te vertellen. Ja, ga maar. Ga je gewoon. Ga los. Even zeggen welk stukje van jou is. Ja, het onze stukje van mij. Het groene. Ja. Verrassend, hè? Hartstikke leuk. Met twee hartjes. Dat je hart voor Utopia hebt. Dit zijn de keisieraden, eigenlijk van Chris, maar we hebben het natuurlijk ook samen verkocht. Super tof. En kraaltjes van Meel, haar sieraden, dacht vind ik leuk. Oh, wat leuk. Ja. Dat wist ik niet eens. Ja. Ja, nu ik het zie, denk je. Ja. En dan dacht ik, dat vind ik leuk, vind ik erin passen. Dat we, en groen is belieflijkskleur, dus vandaar. En ik ben het onze stuk van het hart. Ah. Yes. Yes. Ik wil wat over mijn stukje vertellen. Dat is deze. Je zou zeker zeggen van nou, dat is... Het zwarte gat. Dat klopt. Hier moest nog wat op. En dat komt er ook nog op. Hier komt nog hashtag 10. En daar komen allemaal nog pijltjes. Van daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Hey! En dan komt hier te staan, spel verdelen. Leuk, leuk, leuk. Ik heb het op mijn been staan. Oké. Okay. Ben ik? Ik ben een Wesley Snijder van de Utopia. Ik heb natuurlijk panterprint. En als je heel goed kijkt, staan er allemaal kleine hashtag eentjes. Omdat ik heel erg graag wil winnen. En er staat ook nog een heel klein hartje. Omdat Jessie hem heeft gemaakt. En Jessie mijn liefde is. Oké. Nou, ik heb dit stukje gemaakt. Waarom? Ja, roze is toch wel een beetje mijn lievelingskleur. En
Ja, ik had het, zilver ook. Ik had eigenlijk een beetje ombre gedaan. Ombre? Ombre, dat is, dacht, dat is leuk. Net als met nagels en zo. Een beetje zo versierd. En dacht ik zo, ja, hij is wel mooi. Hij is wel af zo. Ja, ook wel leuk. Vertel, wat is jouw... aandeel in de trofee? Diepgang liefde. In de trofee. Ah, het lijm en het hout, dat is mijn aandeel. Liefde. En liefde. En Milène zit er nog in. Ja. Die heeft een epoxy kunstwerk gemaakt. Oh, dat is dat. Ja. Oh, ik dacht al, wat zit er overheen? Okay. Super cool. Ja. Maar er zou nog, nog... Heb ik ook met Jess nog een dingetje? Want ik had met Jess afgesproken, er zou nog een hout dingetje op komen, volgens mij. Of metaal dingetje. Eromheen of zo, ja. Ja. Hij zou nog verder gemaakt worden, maar... Oh, het gaat goed met mijn vuurtje. Oh, lekker. Dus dat vind ik dan ook wel weer jammer of zo. Ja. Ik wou nog iets over zeggen, maar ik weet het niet meer. Oh ja. Ja, gewoon lekker een bescheiden stukje toch. Niet zo super opvallend, maar gewoon lekker... Ja, ik vind hem best opvallend. Vind je hem opvallend? Ja, ik vind hem ook best mooi. Ik vind hem ook heel gaaf. Thanks. Oh, megafoon. Nog een beetje lijm. Oh. Gaat hij weer de vijf in? Nee. Ik denk dat hij gaat omroepen. Oh, lekker. Ja? Oh. Nog. Oh, ja. Nee? Nee, ik zeg, ik had gehad dat hij nog verder afgemaakt was worden. Afgemaakt zou worden, maar ja. Ja. Oh, dit is het. Dit is het. Ja, hij is wel deze leuk, gaat de winnaar mee naar huis nemen, jongens. Ik vind hem wel schattig. Ja, ja, ik ook. Ik vind hem heel leuk. Joh, het is gewoon typische Topia 2. Ook gewoon basic en dat maakt, dat is de charme. En wat ik heel gaaf vind, is dat dit de onderkant uit dan van Jesse Kist. Maar dat vind ik echt te gek. Ja. Want ik denk dat de kist eigenlijk wel een van de belangrijkste elementen is die je de poort mee naar binnen neemt. Wat echt symbool staat straks ook in je huis of waar dan ook, waar je, wat je ook met je kist gaat doen. Ja. Aan je Utopia periode. Echt super cool. Ja, dat is een mooi icoon. Ja, hij is echt leuk. Zo. Ja. Nou, dankjewel Jesse. Onder andere, yes. Oké. Okay. Nou, zullen we hem neerzetten? Ik vind hem zo wel leuk staan. Misschien kunnen we hem op de tafel zetten of op de DJ-boot of zo. Ja, beetje pontificaal in het midden. DJ-boot. Ja, dan gaan we dat doen. Of we maken er echt zo'n stukje van. En dan op zo'n. En dan zetten we hem daar dan op zo'n sokkel. Heet dat? Sokkel, ja. Ja, en dan zetten we hem daar zo neer. Zo. Ja, en dan dat we met afzetlint eromheen doen. Dat je er niet bij in de buurt mag komen. Ja. Nou, alleen Gerrit moet zo'n stukje eraf maken. Oh ja, dan wordt het lastig. Ja, het is wel jammer, Bren, dat jij het stukje van Milani hebt. Ja. Dan waren wij de laatste vijf die een mooi stukje hadden. Ja, ik had me eerst al het erover van, ik zou het even, ik vind schilderen, moet je niet aan mij overlaten, wordt niet mooi. Nou, mij toch ook niet. Dus ik had me hem over van, oké, metaal, dan komt dit hartje en dan bouw ik nog een heel klein metaal hartje. Die zou ik dan nog zelf gaan slijpen. Maar ja. Ik vind hem zo heel leuk hoor. Toch? Ja, super mooi. Ik vind hem echt heel leuk. Knijtermooi. Oh, die is verkocht ook, hè? Oh. Die. De tafel. Hé, dat was je vuurtje dan. Ja, maar dit vuur wilde ik eigenlijk als die onthuld werd, maar dat is niet gelukt. Hij is wel mooi. Ja, en de kistjes zijn eindelijk weg. Van de, wat is dat? Groenteboer volgens mij. Oh, oké. Lukt het Zij blin? Is de dochter van de groenteboer. Ja, lala. Ja, ik ga even roken, ja. Okay. Pak even een trip down memory lane, part 2. Ja. Goeie. Oh, dat is leuk met de hele groep zo'n rondje lopen. Okidoki. Dames en heren, dan heb ik zo meteen nog even een dingetje. Oh. Ja, laten we hem hier neerzetten. Kom je er ook nog kort heel even bij? Oké, dan komt ze. Hazelnuts. Waar zit die bel aan? Hop. Zo krijg je hem ook mee naar huis. We doen hier nog een houtlijm. Nee, succes. Ik ga gewoon lekker zeggen. Super cool. Echt te gek. Hij is nog een beetje nat, geloof ik hier. Oh nee. Nee, het is gewoon regen. Hij was echt knijter droog. Maar dit is een beetje. Die is scheef geplakt. Zat er al op. Degene die dat als eerste erop heeft geplakt, die hebben niet helemaal recht gedaan. Ook lekker utopiaans.